Welkom bij onze kennisclip over trainingszones. Trainingszones zijn op intensiteit verdeelde zones die gekoppeld zijn aan een bepaald trainingseffect. Er zijn vier verschillende trainingszones en binnen deze zones worden verschillende resultaten behaald, maar ook verschillende brandstoffen verbruikt. We gaan de zones kort langs. Trainingszone 1. Het is een zeer lichte tot lichte training gericht op het herstel en de afvoer van afvalstoffen en maakt gebruik van een aerobe vetverbranding. Trainingszone 2 is een vrij lichte tot matige training, vooral gericht op het onderhouden van de duurconditie en gebruikt een aerobe vetverbranding en matige koolhydraatverbranding. Trainingszone 3 is een iets wat zware tot zware training voor het verbeteren van de duurconditie en gebruikt een aerobe koolhydraatverbranding. Trainingszone 4, een zware tot zeer zware training gericht op het verbeteren van de VO2 max en gebruikt een anaerobe koolhydraatverbranding. Vraag 1. Binnen welke zone train je op aerobe vetverbranding? Het antwoord is binnen trainingszone 1 en 2. Dit komt omdat het gekoppeld is aan een lage intensiteit en lange duur. Vraag 2. Stel, ik mis de overstap met de bus naar school en moet ongeveer 2 kilometer rennen om op tijd te komen. In welke trainingszone zit ik wanneer ik dit op mijn snelst doe? Antwoord op vraag 2. Dit doe ik binnen zone 4. Dit is op een zeer hoge intensiteit en van korte duur. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!